Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een shoplog van de Vibra en de Hema voor je. Ik heb daar weer wat leuke dingetjes gehaald en ik ga je laten zien wat ik daar heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar de spulletjes die ik gekocht heb bij de Vibra en de Hema, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zal ik zoals altijd in beeld neerzetten. En ik ga eventjes beginnen met de spulletjes van de Vibra. Dit is niet superveel, maar ja, ik ben er toch wel blij mee. Ik heb allereerst een gootsteen organizer gehaald. Ik had heel erg gehoopt dat ze nog een roze zouden hebben. Die hadden ze niet, ze hadden alleen grijze. Ik heb een grijze gehaald. Het handige is, hier kun je een doek, bijvoorbeeld ook die, een sponsje inzetten of een doekje. En je afwasborstel kan erin. Het leek mij voornamelijk ook heel handig voor mijn afwasmiddel, want ik heb die altijd op het aanrecht staan. Dat is toch wel fijn als het allemaal iets georganiseerder erin staat. Dus dat leek me echt wel heel erg mooi. Je ziet hier ook een plaatje hoe ze het hebben gedaan. Dus daar krijg je gelijk inspiratie van. Maar ik vond het gewoon heel erg handig eruit zien. Ik dacht, dit wil ik nou toch wel eens een keertje hebben om mijn keuken net iets meer netter te krijgen op het gebied bij de gootsteen. Want dat vind ik toch vaak wel een beetje een rommeltje. Ook kocht ik een voedersilo voor de vogeltjes. En het leek me leuk om buiten op te hangen. Met voeden in voor vogeltjes. Het is toch wel fijn om de vogeltjes een handje te helpen. Ik weet nog niet zo goed hoe je dit dan precies zo gaat doen. Ik ga in ieder geval proberen buiten op te hangen met wat voeden in of zo. Dus ik hoop dat ze wat eruit krijgen. Maar je kunt er ook bolletjes in ophangen. Ik ga even kijken hoe het precies werkt. Maar het leek me leuk om de vogeltjes ook een beetje te helpen in de tijd van de winter met wat voeden in. Dus dat ga ik in ieder geval gewoon eens proberen of dat werkt. Dan heb ik nog drie van deze kunststof opbergdoosjes gekocht. En die heb ik al wat vaker gekocht. Ik had weer een aantal van die nieuwe diamond paintingjes. En ik vind het dus heel erg fijn om die lamp diamond painting steentjes in deze bakjes te doen. Kan natuurlijk ook gewoon voor andere diamond paintings. Maar ze hadden ze nog en ik had ook nu de laatste. Ik dacht ik wil er toch nog een paar bij hebben. Dus ik heb er toch maar drie meegenomen. Dan heb ik in ieder geval weer een voorraadje. Dus het zijn niet hele bijzondere tools. Maar ik vind ze toch wel heel erg handig. Er zitten 12 bakjes in. Dus je kunt er dan eventjes mee vooruit. Dus dat is gewoon wel heel erg handig vind ik zelf. Ook heb ik zo'n klein rolletje meegenomen voor de diamond painting. Ik heb zelf een hele grote en ik merk bij de kleinere, zoals bijvoorbeeld bij dat lampje, als je ze vast wil draaien, is die grote niet zo handig. Ik heb nu gewoon een kleintje. Die andere is echt heel lang en deze is net iets kleiner. Die hadden ze nu ook in één keer, dus ik dacht, nou, die neem ik dan toch maar mee, ook een kleinere. Dat vind ik dan toch wel handig. Dus wel leuk dat je dat nu ook bij de Vibra kunt kopen. Dus als je zelf misschien nog niet zo'n roller hebt voor de diamond painting en hem graag wil hebben. Vibra verkoopt ze dus nu. Ook nam ik bij de Vibra nog deze transparante stempels mee. En dit zijn meer verjaardagstempels. Ik ben zelf heel erg dol op kleerstems, zoals we ze eigenlijk noemen. En ik vond deze wel heel erg leuk. Omdat hij ook weer wat tekst heeft, maar echt wel heel erg verjaardagsproof is. En dat vond ik zelf wel heel leuk. Je hebt hier bijvoorbeeld wat teksten. Je hebt Happy Birthday, Make a Wish, Celebrate. Er zit ook een ijsje op en een taartje en een cupcake. Dus ja, ik vond het wel gewoon een heel leuk setje. Ik zie zelfs volgens mij vuurwerk en dat vind ik wel ideaal. Dat zijn natuurlijk weer ideale dingen voor bijvoorbeeld oud en nieuw te gebruiken. Dus ik vond hem wel heel erg leuk. Je had er nog wel een paar, maar ik vond deze toch wel de leukste die er was. De andere sprak me niet zo aan. En deze vond ik wel heel erg leuk. Dus leuk dat Vibra ook van dit soort kleurstems heeft in leuke, leuke varianten. Dus zeker de moeite waard om naar te kijken als je dat ook interesseert natuurlijk. Het laatste wat ik bij de Vibra kocht is een kerstitem. En dat is dit ijsje. Het is een soft ijsje met disco dip. Als ik ergens fan van ben, is het soft ijs met disco dip. Ik
wil altijd op mijn ijs disco dip. En dat vond ik echt heel lekker. Ik vond deze wel heel erg leuk. Ik moest wel even goed kijken, want er waren wel een paar dat het horentje al een beetje lelijk was. Maar deze vond ik wel heel leuk en die zag ik wel zo in mijn kerstboom hangen. Ik hou zelf wel van dit soort ornamenten. Dus ik dacht, nou, dat vind ik gewoon heel erg leuk voor de kerst. Die mag niet ontbreken in mijn kerstboom, want ik hou hier gewoon heel erg van. Dan ga ik door met de spulletjes van de Hema. Bij de Hema heb ik allereerst een setje sokken gekocht. En hier staat Takkie op. Heel goed kijken. Kijk, Takkie met een leuk geruit jasje aan. Ik vond deze heel erg leuk. Je krijgt twee paar. Je hebt er dus eentje waar echt Takkie op staat. En eentje dus met het ruitje. Die Takkie dan draagt. Dus deze is gewoon ja, met blokjes. Ook super leuk. Je had ze in twee maten. Ik heb de maat 39 tot 42. Maar je hebt ook nog een maat kleiner. En ja, ik vind deze wel heel erg leuk. Ik zie ook inderdaad dat ze niet in de droger moeten. Nou doe ik sokken tegenwoordig ook niet meer in de droger. Want ik merk dat mijn sokken er van krimpen lijkt het. Vooral die enkel sokjes, die worden kleiner. Maar ik vond deze gewoon heel erg leuk. Want ik vind Takkie gewoon altijd super leuk. Dus dat zijn die. Dan heb ik een nieuw slaapmasker. En ik slaap altijd met een slaapmasker. Dat klinkt heel raar, maar ik slaap dan echt heel erg lekker. En ik zag deze. En het is een kat. Die vond ik er heel fijn uitzien. En het fijne is, deze gaat met een clipje. Er zit hier een clipje aan de achterkant, waardoor je hem dus eigenlijk ja, veel langer mooi houdt. Want als je die over je hoofd heen doet, die gaan dus heel snel kapot. Dus als je die gewoon hebt zonder sluiting, maar deze kun je dus sluiten. Dus die kun je ook wat strakker aantrekken. Hij is heel lekker fluffy. Ik weet het, het ziet er niet uit als je slaapt, maar daar heb ik ook lak aan, want ik slaap toch alleen. Dus het is niemand die het ziet. Ik vond deze gewoon heel erg leuk. En ik, ja, net wat ik zeg, ik slaap gewoon het beste met zo'n slaapmasker. Je had trouwens ook eentje met een hondje erop. Ook een hondenvariant. Maar ze hebben nu echt een hele leuke kattenlijn. Dus ja, ik vond deze gewoon super leuk. Dus ik ga hier wel heel erg lekker mee slapen. En de binnenkant is gewoon wit, zeg maar. Gewoon heel basic. Dus ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar hoe dat slaapt. Maar ik denk gewoon goed, want ik slaap eigenlijk altijd met dit soort maskertjes op. Dan heb ik ook een heel leuk sleutelhangertje van een poesje. Dat is deze. En ik denk dat ik deze aan mijn sleutelbos ga hangen. Ik vind hem zo schattig. Ja, het is gewoon een heel leuk katje. Die er heel vrolijk uitziet. En aangezien ik heel erg van katten hou, heeft ook een staartje. Vond ik deze gewoon helemaal leuk. Dus die ga ik... Ja, ik denk aan mijn sleutels. Kan nog aan iets anders, maar... Nou ja, daar naag ik naar en ik vind deze gewoon echt super schattig. Dus ik vind hem echt super leuk. Wat ik zei, ze hebben een hele kattenlijn. En ik heb er ook al eens een keer een kruik van gekocht. En ja, hij is gewoon te schattig. Die kon ik niet laten liggen. Dan heb ik een setje met theedoeken en een handdoek. Een thee- en een keukendoek. En deze is van Nijntje. Mijn keuken- en theedoeken worden best wel slecht. En... ja, ik heb er al best wel wat weggedaan. En ik vind het altijd wel leuk als het matcht met elkaar. Een keuken en een theedoek. En deze van Nijntje vond ik wel heel erg leuk. Want kijk, je ziet hier Nijntje op de fiets zitten. En op de handdoek zie je dan ja, ook wel Nijntje staan. Maar die plaat is iets moeilijker te weergeven. Ik vond het eigenlijk niet duur voor iets van Nijntje. Ja, en iets voor in de keuken heb je gewoon heel vaak nodig. Dus ik vond deze gewoon echt super leuk. Dus ik dacht, die wil ik gewoon heel graag hebben. Dus die heb ik ook gekocht. Dan heb ik nog twee blokjes met raamstickers gekocht. En ze zijn van Takkie en Sipi. Althans, deze is van Takkie en Sipi. En ik vond dit gewoon heel erg leuk. Deze is Sinterklaas gerelateerd. Ik weet het, ik heb geen kinderen. Ik ben te oud voor Sinterklaas. Maar ik vind het toch leuk in de Sinterklaastijd om mijn huis ook een beetje in Sinterklaasstijl te maken. Zodat je in ieder geval het gevoel hebt dat er iets speelt, zeg maar. En ik zag deze raamstickers en ik vind dat gewoon heel erg leuk. In decembermaand ben ik daar heel erg van. Hier heb je gewoon hele leuke raamstickers voor Sint en Piet. Ze zijn ook best wel groot. Hier bijvoorbeeld Sipi als Pietje. Je hoeft het natuurlijk ook niet allemaal op te plakken. Maar ik vind het er gewoon heel erg leuk uitzien op een raam. Ik vind het leuk om het gewoon een beetje feestelijk te maken. Takkie is Sint. Ook super leuk.
Dus je hebt gewoon 3 vellen met best wel grote stickers. En ik dacht, ik vind het gewoon leuk om straks rond de Sinterklaastijd gewoon gezellig op het raam te plakken. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Ook heb ik de kerstvariant meegenomen, want dat vind ik ook leuk. Met kerst plak ik ook altijd stickers op mijn raam. Dus ik vind dat heel erg leuk. Dit is alleen met Takkie. Oh, Sipi zit er ook in. Kijk, hier is Sipi. Takkie op de slee. Ja, gewoon heel erg leuk. Oh, die hangt al in de boom. Ja, dat is nooit zo heel erg leuk met katten, maar ik vind hem wel heel leuk. Het zijn gewoon hele leuke stickers die je gewoon super leuk kunt ophangen. Kijk nou gewoon hoe schattig ze zijn. Ja, ik word er helemaal blij van. Jip en Janneke zitten er ook nog bij. Wat leuk. Kijk nou, dat is toch helemaal leuk. Ja, ik hou er wel van. Je krijgt ook hierbij weer 3 vellen en het is dus helemaal kerstgerelateerd. Ik vind het zelf echt hele leuke setjes. Ik denk ook heel erg leuk als je wel kinderen hebt. Maar ik vind ze ook leuk, ook al heb ik geen kinderen. Dus dat maakt me niet uit, want je moet er toch zelf een feestje van maken. Ook als je alleen bent en je bijvoorbeeld geen Sinterklaas of zo viert of niet zoveel doet met kerst. Maak je het toch leuk door je ramen een beetje op te fleuren, denk ik dan. Het laatste wat ik heb gekocht, dat is een shopper met poesjes erop. Die vond ik ook heel erg leuk. En hier zitten dus ook allemaal poesjes op. Dat is wel heel erg handig, want er zit een drukknoopje aan. Kijk. Dus die klip je open. En dan heb je gewoon een shopper. En ben je klaar. Doe je dit er weer terug in. Dat zeg ik nu wel heel leuk. Of dat werkt, dat is natuurlijk altijd de vraag. Maar ik denk het wel. Ik volg nu gewoon even de vouwen. En dan zal ik gelijk even laten zien hoe die dan weer terug op kan. Ja, ik ben wel iemand die heel vaak tasjes vergeet hoor, moet ik zeggen. Ik kom regelmatig tegen dat ik denk, oh ja, ik had een tasje mee moeten nemen. Heb ik weer niet gedaan. Nou ja, dan doe je hem zo er terug omheen. Dan zit u niet zo strak. En dan kun je hem weer in elkaar klappen. Dus heel erg leuk gewoon met deze poesjes erop. Dan waren dit alle dingetjes die ik bij de Vibra en de Hema heb gekocht. Het valt op zich nog wel mee, maar ik ben wel heel blij met de spulletjes die ik heb gekocht. Ik vind het toch wel heel erg leuk. Je komt nu al een beetje in de tijd dat je ook wat meer spulletjes voor de kerst en zo kan vinden. Maar ik vind het ook altijd bij de Vibra bijvoorbeeld leuk voor huishoudelijke spulletjes. Nou, bij de Hema vond ik de kattenafdeling super leuk met die spulletjes. Dus ja, het is gewoon leuk om er af en toe eens rond te lopen en zo nu en dan kom je wat tegen wat je leuk vindt. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie nog wel eens naar de Hema of de Vibra gaan of dat jullie daar nog leuke aankopen hebben gedaan. Misschien vond je een aankoop die ik heb gedaan wel super leuk. Laat het zeker eventjes weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!